AFC is nu veilig, maar nog niet zeker. Ze staan 14e, de concurrentie nabij. Een goed resultaat dus gewenst, maar daar helpt dit niet bij. Zonneveld laat los, Van Houten te laat en Hemming steekt zijn hand in de lucht. 1-0 voor de Hardenbergers die voortvarend van start gaan. Net iets langer dan een kwartier gespeeld. Geen buitenspel voor Van der Leij. Die kijkt eens naar links. Wie staat daar? Het is Gaurier. En zo 2-0 voor HHC. Een riante voorsprong die voorrust nog wordt uitgebreid. Het verdedigen, of beter gezegd het uitverdedigen van AFC is nogal matig. Ze krijgen de bal niet weg en dan staat daar Gaurier. De 3-0 voor HHC, het 65ste doelpunt deze competitie. Daarmee met Kozakken Boys de meest scorende ploegen uit de tweede divisie. Dat kan nog een doel zijn voor HHC dat in de subtop gaat eindigen. AFC die speelt nog ergens om in de slotweken. Want ze zijn door dit resultaat nog lang niet veilig.